Na 7 jaar is er weer een Delfzijl. 5 dagen lang is de haven van Delfzijl het decor van het grootste evenement van Noord-Nederland. RTV Logo en Havenstad FM maakten een verslag van de binnenkomst van de schepen. Anita, hey, waar sta jij? Nou, jullie staan in de haven, Anita, maar het is natuurlijk ook... Wij staan in de haven. Ja, maar ook in het centrum van Delfzijl is heel veel te doen. Hier is een gezellige drukte. Wij staan een beetje op de kop van de Landstraat en dat is tegenover het station. En als je hier meekijkt achter mij, dan zie je dat het hier heel druk en gezellig is. En er staan hier in het centrum staan er 3 podia opgesteld met diverse artiesten. We hebben net gezien dat Maritiem uit Winschoten, dat die al aan het zingen waren hierachter. Dus wij gaan hier in het centrum van Delfzijl gaan wij proberen leuke, gezellige opnames te maken. En wat is er bij jullie te zien? Nou, wij staan hier in de haven en het begint een beetje te sputteren nu. Ik hoop dat dat straks ophoudt, want die grote schepen die komen straks hier naartoe. Dus het is hier ook gezellig druk, er is ook muziek en veel publiek, moet ik zeggen, heel veel publiek. En het is leuk, de kermis die is er en wij zijn dus in afwachting van de tollships. Jullie hebben dus, het is even wachten. Jullie hebben nog geen boten gezien daar? Nee, die liggen natuurlijk van alle wat. Die ligt al wel van alles en nog wat. Okay. Maar het is niet. Nee, we wachten echt op die tollships, want daar gaat het om, hè? Ja, nou. Daar wachten we op. Maak er leuke beelden van. Ik heb er heel veel zin in. Ik denk jij ook. En wij doen dit natuurlijk samen met onze collega's van Havenstad FM. Dat is een hartstikke leuke samenwerking. Hi Anita, met Maya. Ja, hallo Maya. Wat leuk. Hi. Waar sta jij? Jij zit in de sleepboot volgens mij. Ja, ik sta bovenop het dak van de sleepboot. En van de Gruno nummer 4. En we liggen in de Eemshaven. En we gaan net de Stadsraad Leemkoel. Nou, als je die googelt of je hebt vast wel een boekje. Dan zie je dat het een ontzettend groot tollship is. En die gaan we nu samen met de Waterstad. En de Waterstad is een duwbootje. En dan gaan wij dat schip gaan we loskoppelen van de kade. En dat hebben we net ook al met 1 gedaan, maar die naam kan ik niet uitspreken, want dat is uit Polen. Dat vind ik moeilijk. Maar die hebben we net de havenmond uitgeduwd, gesleept.
En dat is magnifiek, Anita. Ja. Echt, maar waar ben jij eigenlijk? Ja, ik sta op de kade te wachten tot jullie met die mooie, dat mooie tolschip aankomen. Dus ja, wij staan hier maar en het is hier wel hartstikke druk hoor. Het is echt heel gezellig. Oh ja, gezellig. Is dat druk? Ja? Ja, het is gezellig en het is droog. Ah, en mooi. Mensen zijn blij en nou ja, goed. Maar wij vroegen ons af van hoe zit dat nou in zo'n sleepboot, hè? Hoe gaat ja. dat? Krijg je daar naar te voeten? Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, en ik sta nou wel op mijn sokken trouwens, want ik moet steeds op die sloffen lopen, maar ik kan er niet zo goed tegen. Dus ik sta nou op het dek op mijn sokken. Maar het is hier droog, we hadden vanochtend wel wat regen en er komt misschien nog wel wat aan, maar daar trekken wij ons niks van aan, want het is veel te leuk. Er is zoveel moois te zien. Ja. Heb je ook enig idee hoe laat je nu binnenkomt, zodat wij onze camera op jou kunnen richten? Althans, op de boot die je sleept? Oké, dat is een goede vraag. Ik weet niet eens hoe laat het nu is. het is nu 2:50. 2:50, ja, dan liggen we al wel een beetje van het schema af, geloof ik. Want wij gaan nu er liggen nog 3 grote schepen. Mm-hmm. Dus ik durf er helemaal niks over te zeggen. Goed, geef niet. Wij richten gewoon de camera op daar waar op jij alles. Binnen moet komen. Dus het komt helemaal goed. Leuk, nog veel plezier. Is goed. Dankjewel. Ja, jij ook. Ja, doei. Dag hoor. Dirk van Nieuwpoort is een enthousiaste medewerker van Radio Havenstad FM. En ik ben ook voorzitter van Radio Havenstad FM. We zijn eigenlijk al in, ik geloof april zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Het eerste was natuurlijk een locatie. We hadden de vorige Delfzijl hadden we een hele leuke locatie bij Groningen Seaports. En dat had wel meer gekund, alleen de loods die daarvoor stond is ooit opgebrand. Daar hebben ze een nieuwe loods voor gezet, die dus een stukje hoger was. Dus ons uitzicht werd dan iets minder mooi. Dus we hadden gelijk al uitzendbureau, jij hadden we op de call van, dat zou een mooie studiolocatie zijn. Dus contact gezocht met de mensen van het uitzendbureau. En die waren gelijk akkoorden, ga je gang en maak er wat leuks van. Dus toen we dat wisten, toen konden we de lijntjes uit gaan zetten van hoe. En wie en wat en wanneer. Maar ja, wanneer was natuurlijk wel duidelijk, maar hoe gaan we de programmering invullen? Dus daar hebben we dus de dinsdag voor DLCL, 28 juni geloof ik, hebben de laatste vergadering gehad. En dat heeft geresulteerd in dat we een strak draaiboek hebben waar iedereen weet wat hij moet doen. Dus in het lodige rolletjes. De vorige keer hadden we geen collega's uit Winschoten erbij, RTV Logo. Toen hebben we alleen radio gemaakt. Dus we hebben nu op een zeer plezierige wijze hebben we onze krachten samengebundeld en maken we en radio en televisie. En RTV Logo zendt ook 2 dagen ons radioprogramma uit, evenals de collega's in Westerwolde. I am sailing home again, cross the sea, I am sailing. Stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Wij staan hier in de Eemshaven. Ik sta hier bij Fons Bijma. Fons, waar sta ik op? Wat is dit voor fantastisch boot? Nou, dit is een sleepboot.
En wij gaan straks die zeilschepen een beetje meehelpen, assisteren om van de kant af te komen en dan richting Delfzijl te varen. En hoe doe je dat dan? Want je zegt meehelpen, assisteren, maar ik heb net ook al wel wat gezien. Wat voor handelingen doen jullie dan? Nou, dat ligt eraan. Er komt straks een loods aan boord en die geeft ons dan de aanwijzingen waar wij moeten vastmaken. We zijn met z'n tweeën. En voor of achter een sleeboot of één. En dan nagelang wat de loods zegt, dan gaan wij vastmaken. En dan wachten we op orders van de loods om hem van de kant af te trekken. Hey Fons, heb je dit 7 jaar geleden ook gedaan? Ja, 7 jaar terug deden we dat ook. En ja. Dus je bent wel heel ervaren met dit soort mooie zeilschepen? Ja, maar het is voor ons natuurlijk ons dagelijks werk. Want ja. Normaal doen wij zeeschepen assisteren hier in Eemshaven of in Delfzijl. Of in Emden. Dus dat is voor ons dagelijks werk. Politie te paard is er ook in Delfzijl. Fantastisch uitzicht hier, of niet? Ja, prachtig. Wij kunnen zo over de hele menigte heen kijken. Ja. Wat doen jullie hier nou de hele dag? Wij hebben met name een functie ook voor crowd control. En dat is nu dan nog niet zo aan de orde, want het is nog vrij rustig. Maar het is wel gewoon een publieke actie voor ons. Publieke taak. Wij zijn bij het ambulanceteam hier op Delfzijl. En we zien hier ook een paar fietsen staan. Dat is iets nieuws, begrijp ik, hè? Ja, dit weekend gaan wij voor het eerst los met het ambulance bike team van Groningen. En wat is nou het voordeel van een bike team? Want ja, dan ben je niet zo snel als zo'n ambulance die hier staat. Nee, dus het is ook echt bedoeld voor evenemententerreinen. En het voordeel voor dat is dat wij makkelijker tussen het publiek doorkomen. En het is een primeur, dus dit is de eerste keer dat jullie in functie zijn vandaag? Ja, voor Groningen is vandaag de primeur. En in de landen zie je al wel veel meer bike teams. Voor ons is het op zich ook dus nog een beetje pionieren. En voor ons begint het dus nu. Ja. Nou, dankjewel en heel veel succes met dit team gewenst. Top, gaan we fietsen. Dankjewel. How sweet is the room where the sun is yours sweet, to hear the doves croon, leave the morning sun be, where the drugs and the robin, the sweet oats and wine, on the banks of the shore, goes down by Master, is 73 meter lang en die is gebouwd in 1937. Eigenlijk voor een heleboel mensen, wat oudere mensen, laat ik het zo stellen, bekend schip, want dat is ooit gebruikt voor die serie de Oneidian Line. En dat,
daardoor werd het natuurlijk erg populair. En het is ook nog gebruikt voor training, voor kadetten en dergelijke. En vierkant getuigd, het is een schip met raas. Ook een heel mooi schip, maar vrij veel gebruikt voor parties en dergelijke. Maar een bezoekje waard. Roses are blooming, and lilies and vine, on the banks of the shore, that goes down by moon point. Thank you.